En hier is hij, Brian Ruiz González, 37 jaar. In zijn afscheidswedstrijd met FC Twente in de eerste helft. In de tweede helft speelt hij dan met Alajuelenses. Zijn huidige ploeg. En hier staat het, gracias Brian Ruiz. Dankjewel Brian Ruiz. De stadionspeaker die dus met het hele publiek gezamenlijk gracias laat schreeuwen. Dankjewel, Brian Ruiz. Prachtig weer op Costa Rica. En mooie omstandigheden dus voor deze oefenwedstrijd. En dat is niet de enige oefenwedstrijd die FC Twente tegen Alajuelenses gaat spelen. Want La Liga is ook komende woensdag de opponent van de ploeg van trainer Ron Jans. En dat zal dan meer een echte oefenwedstrijd zijn. Want hier gaat het toch vooral ook om het afscheid van Brian Ruiz, die hier van Sander Bosker nog een kampioenschaal krijgt. En daar staat op welke prijzen hij gewonnen heeft met FC Twente. Natuurlijk de landstitel in 2010. Maar ook de beker. En twee keer de Supercup. En het applaus van de Costa Ricanen is dan ook voor FC Twente. Maar hier de elf voor de elftalfoto. Met de aanvoerdersband om de arm van Brian Ruiz. Naast een lachende Lars Hoenderstal. En hier de La Liga. Die ploeg gaat spelen met Miguel Ayú op doel. En ook hier wil Brian Ruiz natuurlijk wel mee op de foto. En dan komen er nog veel meer bij, ook alle wisselspelers. Om dit moment nog één keer Ruiz op een voetbalveld met elkaar vast te leggen. Scheidsrechter Pedro nog even in gesprek met Brian Ruiz. En eigenlijk zien we voorafgaand aan dit duel alleen maar lachende gezichten. Tos. Die scheidsrechter wilde niet eens kijken of het nou kop of munt was. Die tos wordt sowieso gewonnen door Brian Ruiz. La Liga eindigde overigens als tweede in de Costa Ricaanse competitie. En doet jaarlijks mee om de titel. Grote populaire club. 29 keer landskampioen. En dan zijn we los. Oh, Lars Hoenderstal. Daar gelijk de diepe bal. En is daar dan gelijk de eerste kans voor FC Twente? Nee. Maar de kans nog niet voorbij. Er was heel veel ruimte nu bij Daan Rots. Terugleggen. Ruiz. Hij zit erin. Ongelooflijk. Brian Ruiz. Na anderhalve minuut zet hij FC Twente op een 0-1 voorsprong. Nu laat hij Miguel Ayú kansloos. Ja, dat wordt groots gevierd natuurlijk. Ook de wisselspelers van FC Twente duiken op Brian Ruiz. Nog een keer dat moment in de herhaling. Het terugleggen is daar van Daan Rots op Brian Ruiz. En die haalt met zijn linker verwoestend uit. En dat is gewoon een goede goal. Van de meester zelf. En zo leidt FC Twente al vroeg met 0-1. En dan over de zijlijn geschoten. Nee, toch niet. De bal is binnengebleven. En dan mag Ruiz wellicht. Oh, wat een heerlijk hakje is dit van Ruiz. En dat levert dan een grote kans op. Voor Manfred Ugalde, zijn landgenoot, die er wel om kan lachen.
Nog een keer dat hakje van Brian Rubies, die hier ondubbelzinnig laat zien het nog zeker niet verleerd te zijn. Cherouki lijkt wat te ver gegeven inderdaad. En Miguel Ayou kan er weer opbouwen. Komt daar de volgende kans aan voor weer. Ja hoor, dat is hem. De 0-2 van FC Twente. En die andere Costa Ricaan. Die scoort dan. Manfred Ugalde. Ugalde die hier bij deze club veel minder populair is. Omdat hij bij de rivaal vandaan komt. Maar hij scoort hier wel keurig. Chaos in de verdediging daar. Daan Rots, keurig terugleggen. En Ugalde kan naar binnen schieten. Nu wat meer balbezit. Wilde ik zeggen voor de Costa Ricanen, maar Twente leidt hier dan ook balverlies. Dat komt op Daan Rots, komt daar de eerste kans aan. Bal naast geschoten. Door Aaron Suarez. Het is niet zo handig van Everink. Verslikt zich. En dan kan wellicht daar de eerste kans en de goal ontstaan. Nee, wat een redding weer. Van Oenerstal. En op de inzet van Alexander Lopez hoeft hij dan niet in actie te komen. Suarez, levensgrote kans voor Alajuelense. Neemt die bal aan en dan uiteindelijk schiet hij op de voet van Lars Oenerstal. En in tweede instantie wordt het schot van Lopez geblokt. Oh, eigen goal bijna. Ja, dan schiet hij er toch in. Suarez uiteindelijk na het misverstand tussen Plekens Duelo. En Lars Oenerstal was dus toch Vinegas die uiteindelijk die man die bal binnenschiet. De international. Het leek al een eigen goal te worden voor Plekens Duelo. Maar hier is het Vinegas die dan op de juiste plek staat en simpel binnen gaat schieten. Als ook Oenerstal die bal niet vast kan pakken. Kortig moment achterin bij FC Twente. En de aansluitingstreffer voor La Liga Alajuelense. Nog een aantal minuten tot aan de rust. En dan zullen we dus in het tweede bedrijf Brian Rubies in dat andere shirt zien. En dan is La Liga weer even weg. Dit kan zomaar gevaarlijk worden, maar het schot wordt gepakt door Lars Oenerstal. En is gelijk het laatste wapenfeit van die eerste helft. 1-2 dus de voorsprong voor de ploeg van trainer Ron Jans met die vroege goal van Brian Rubies. En daar komt Brian Rubies nu dus in dat andere shirt. De maker van de eerste goal in deze wedstrijd al na anderhalve minuut zette hij FC Twente op voorsprong. Wilmer Lopez, dat is de jeugdheld van Brian Rubies. En die is speciaal gevraagd om ook nog even mee te doen in deze wedstrijd. 51 jaar inmiddels in een grootheid in Costa Rica. Matias Ruiz, 15 jaar, zal ook nog zijn opwachting gaan maken in deze wedstrijd. En dan zijn we los voor de tweede helft. Staat het aardig vast daar achterin en kan Twente alweer snel overnemen met Michel Flap. Wil die bal terug. Flap. Oh, die stuit dan op de doelman. En daar is het geen 1-3. Sibrandi kreeg ook nog de grote kans. Sander Sibrandi. Albaceta. Gamboa. Dit is Mora die bal voorgeeft. En daar is het op de paal gekopt. Freddy Gongola. Een open kopkans voor hem.
Moreira. Ja, dat is een goede bal hoor. Van die oude Lopez. Maar dan is er ook gevlacht ingefloten voor buitenspel. Bal wordt buiten gespeeld om dan die wissels mogelijk te maken. Albaro en Sabodia komen erin. En hier is hij. De jonge Ruiz, Matias Ruiz. En die gaat dan Wilmer Lopez aflossen. Prachtige momenten. En hier is hij de meeste, Brian Ruiz. Kan hij het dan ook voor La Liga nog een keer doen, scoren. En daar gaat hij bijna binnen. Sabalia die bal zo binnen kon glijden, maar uiteindelijk ziet dat het leer naast gaat. Mora even terug, Brian Ruiz. Mora krijgt die bal terug. In de 16 meter nu. Heeft hij een actie in huis. Ja, krijgt die bal op Matias. Ja! Matias Ruiz. Het is de avond van de familie Ruiz. Na de goal van Brian Ruiz voor FC Twente. Nu aan de andere kant. Zoon Matias die bal binnenschiet. En wat een blijdschap en wat een emotie. En zelfs Robin Prupper, de aanvoerder van FC Twente, is blij met de goal van de jonge Ruiz. Dat is toch een jongensboek. Invallen in de afscheidswedstrijd van je vader en dan als 15-jarige scoren. 2-2 is het dan. Bal tegen het hoofd van Prupper en dan aannemen en ineens voleren. De appel valt niet ver van de bomen. Nog maar eens. Boom, prachtig. En zo kruipen we langzaam naar het einde van de wedstrijd, die dus nog onderbroken zal worden. Omdat Brian Ruiz zelf ook nog iets te vertellen heeft. Gondola. En dit is dat moment. De lichten gaan niet toevallig uit. Het is de bedoeling om nu het licht te laten schijnen vanaf de tribune. Alle lampjes van de telefoons aan. En natuurlijk vuurwerk. Alles vooruit de kast gehaald om Brian Ruiz na 19 jaar carrière een passend en mooi afscheid te geven. Brian Ruiz. Gracias por hacer esta despedida posible. A todos presentes. Recuerden que nunca nadie se arrepintió de dar su mejor esfuerzo. Yo dando en todo lo que haga en la vida. ¡Gracias, Costa Rica! Las palabras emotivas. De emoties komen dan ook los bij Brian Ruiz. Sobre todo de Brian Ruiz González con su familia, con Dios, con la afición. Con la afición costarricense y con sus amigos en een lang betoog, veelal in het Spaans, heel veel van zijn collega's, begeleiders, ontdekkers en natuurlijk ook familie bedankte en natuurlijk ook het publiek. En met de woorden van Brian Ruiz is er dus een einde gekomen aan deze wedstrijd. Een bijzonder einde tussen La Liga Deportiva Alajuelense en FC Twente. Met een eindstand van 2-2.